Maandag 15 september, dit is U Vandaag. Oorzaak van brand in Rhenen lastig te achterhalen. Inwoners Doorn wachten sanering vuile grond niet af. En Utrecht begonnen met de bouw van een gigantische fietsenstalling bij het Centraal Station. Goedenavond. 13 gezinnen in Doorn wordt geadviseerd geen kraanwater te drinken. Verslaggever Rick Dogger. Want dat water zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. De vraag is, wat nu? Zometeen meer. Tot zo, Rick. Eerst ander nieuws van vandaag. De politie doet nog steeds onderzoek naar een dodelijk ongeluk met een boot op de Vecht in Maarsen. De bestuurder van de boot botste in de nacht van zaterdag op zondag met zijn hoofd tegen de Termeerbrug. De eigenaar was wel aan boord, maar stond niet aan het roer. De politie onderzoekt of hem iets te verwijten is. De omstreden expositie in de Domkerk in Utrecht veroorzaakt ophef onder kerkgangers. Vanaf zondag zijn in de kerk foto's te zien van Palestijnse kinderen die in de bezette gebieden door Israëlische militairen worden gearresteerd. Sommige gelovigen vinden dat die boodschap niet thuis hoort in een kerk. Maar het kerkbestuur zegt geen partij te kiezen voor Israël of de Palestijnen. De toestand van de man die gisteren in kasteel Woerden zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een lift is stabiel. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie SZW. De man zette tijdens een receptie stoelen in de goederenlift en drukte daarbij waarschijnlijk per ongeluk een knop in. Toen de lift in beweging kwam, raakte hij bekneld. Hij moest worden bevrijd en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voormalige vliegbasis Soesterberg staat deze week in het teken van de woonwijk die er straks wordt gebouwd. Waarschijnlijk komen er 350 huizen. De voormalige verkeerstoren komt midden in de woonwijk te staan. Voormalig vliegbasis komen niet alleen woningen, maar ook het nieuwe Nationaal Militair Museum. De rest van het terrein wordt natuurgebied. 13 gezinnen in Doorn zijn getroffen door bodemverontreiniging. Bewoners van 3 huizen zijn zelfs voor de zekerheid ergens anders gaan wonen. De grond in de Acacialaan is vervuild met het schoonmaakmiddel PER, dat door een stomerij werd geloosd. De stof is ook in het drinkwater terechtgekomen. Het schoonmaakmiddel mocht in de jaren 70 en 80 gewoon in het riool worden geloosd, maar zit nu nog steeds in de bodem. Over een paar maanden wordt begonnen met het saneren van de grond, maar daar wilden sommige bewoners niet op wachten. Deze stomerij is de boosdoener in de Acacialaan in Doorn. De gevaarlijke stof die tientallen jaren geleden gelekt is, kwam uit verouderde machines. De gemeente is al jaren op de hoogte van de vervuiling, maar dacht dat het wel meeviel. En nu zijn de metingen gekomen waarvan dan nu blijkt dat die hoger zijn dan aanvankelijk werd gedacht. En dat maakt het tot een hot topic. Als vrijdag waterbedrijf Vitens de buurt waarschuwt om geen kraanwater meer te drinken, slaat de paniek toe. Op advies van de GGD woont 1 gezin tijdelijk ergens anders. Ook een ander gezin vertrouwt het niet en heeft tijdelijk andere woonruimte. Vanwege de ernst van de zaak heeft de gemeente met het waterbedrijf afgesproken om maatregelen te treffen. Ze gaan deze week beginnen, ze gaan er het nu over woensdag bij de adressen die direct in wat dan de bronzone heet, gaan ze aan het werk om de waterleiding te vervangen en zo werken ze door. Ook wordt er in de woningen rondom de stomerij extra isolatiemateriaal aangebracht. Hierdoor moet voorkomen worden dat de bewoners in aanraking komen met de gevaarlijke stof. We gaan naar verslaggever Rick Dogger in Doorn. Rick, niet alleen in Doorn speelt het, maar ook in Driebergen, hè? Klopt, dat is zojuist bekend geworden. Het gaat om 53 huishoudens hier in Doorn die het advies van Vitens hebben gekregen om even geen kraanwater te drinken. En het gaat om 31 woningen in Driebergen waar een soortgelijke situatie is. Ja, het is nogal wat als je geen water gewoon meer uit de kraan mag drinken. Wat nu? Ja, waterbedrijf Vitens heeft de bewoners hier dus een brief gestuurd. Ik heb die brief ook gelezen. En daarin adviseert Vitens om de bewoners om het water minimaal eerst even 3 minuten te koken, dan af te laten koelen en dan pas op te drinken. Maar ja, veel bewoners hier in de straat die vertrouwen die methode ook niet. Die hebben bijvoorbeeld bij de supermarkt echt liters water gekocht. Ik heb het gezien, de hele gang staat er vol mee. Ik sprak ook een buurtbewoner en hij zei, nou, ik geef mijn dochtertje op dit moment even geen kraanwater meer mee naar school, maar supermarktwater. Ja, dus ze vertrouwen het hier nog niet helemaal. Vitens gaat begin deze week beginnen met het vervangen van de waterleiding hier. Dat zal enkele weken duren. Dus de supermarkt hier die profiteert nog wel even van de bodemvervuiling. Nou, de stof zit er dus al jaren. Zijn er ook al mensen ziek van geworden?
Nou, op dit moment, zegt de gemeente, is er nog niemand ziek van geworden. Maar ja, de wethouder kan niet garanderen dat over enkele jaren mensen alsnog ziek worden van de vervuilde grond hier. Ja, we zien die stomerij er nog steeds achter je. Die zitten nog steeds in Doorn. Wat vindt de eigenaar eigenlijk van deze situatie? Ja, ik heb vanochtend even kort met hem gesproken en hij zegt ja, dat hij eigenlijk niet zoveel aan deze situatie kan doen. Hij zegt vroeger mocht het gewoon, toen waren de milieuregels anders. En ook de gemeente geeft hem daarin gelijk. De wethouder wil absoluut niet de schuld van deze bodemverontreiniging bij de stomerij leggen. De wethouder vergelijkt het met een autobedrijf. Vroeger gooiden de monteurs ook vaak chemische stoffen gewoon in het riool. Toen zijn de wetten veranderd. Nu mag dat niet meer en dat is te vergelijken met de situatie hier bij de stomerij. De eigenaar zegt wel dat hij het heel erg vervelend vindt voor de buurt. Hij heeft ook een aantal huurders boven zich. En voor die huurders heeft hij bijvoorbeeld flessen water klaarstaan. Maar die bewoners willen natuurlijk wel graag naar huis. Wanneer kan dat? Nou, de gemeente zegt dat één gezin nog niet naar huis kan. Op advies van de GGD hebben zij een ander adres gekregen. En volgens de gemeente kan de rest gewoon naar huis toe. De GGD heeft gezegd ja, dat ene gezin, die vrouw, is zwanger. En het is misschien niet verstandig dat zij nu in deze straat wonen. Nou, voordat het allemaal weer helemaal klaar is, voordat Vitens de waterleiding hier vervangen heeft, dan kan het wel... Het kan wel enkele weken duren, maar de gemeente hoopt toch dat het gezin deze week alweer naar huis kan. Er zijn nog heel veel vragen bij de bewoners hier, bij de mensen die hier in de straat wonen. En daarom heeft de gemeente vanavond een informatiebijeenkomst, afgesproken. Dat is hier in Doorn en daar kunnen mensen dan een vragen aan de gemeente vragen. Maar ook bijvoorbeeld aan Vitens, het waterbedrijf, de provincie en de saneerder. We blijven het volgen. Dankjewel, Rick Dogge. Inwoners van Rhenen zijn afgelopen nacht wakker gehouden door een uitslaande brand in het centrum. Die brak rond middernacht uit in een pizzeria aan de Herenstraat. Er werd gelijk groot alarm geslagen omdat er boven de pizzeria appartementen zijn. Een buurman van de pizzeria neemt vanochtend vroeg al even de schade op. De ravage is groot bij Bella Venezia aan de Herenstraat. Een buurtbewoner ruikt gisteravond een brandlucht en gaat direct kijken. De vlammen achteruit, hè? Rook en toen later heel erg hoge vlammen. Want we moesten zelfs aan de overkant moesten we weg van al die vonken en die stukken vuur wat naar beneden kwam. Zo erg was het. De brand ontstaat iets voor middernacht. De eigenaar en zijn personeel zijn al net weg. Het vuur breidt zich snel uit. Het is allemaal hout en het is allemaal van vroeger. Dus dan weet u wel. En we zien het wel eens vaker op tv. Nou, er waren er niet voor niks over brandweers. Ladenwagens waren er dus. Wat dat betreft. En die waren er snel hoor. Dus mensen hebben geluk in de buurt, laten we het zo stellen. De achtergevel van de pizzeria wordt vanochtend goed gecontroleerd, omdat die mogelijk instabiel is geworden. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. En die oorzaak blijft voorlopig onduidelijk. Volgens de brandweer start de politie namelijk geen onderzoek naar de brand, omdat er waarschijnlijk geen sprake is van brandstichting. Zometeen Utrecht begonnen met bouw van mega fietsenhok. En bij de fanfare spelen is supercool. Maar eerst de organisatie van de Tourstart in Utrecht. Die heeft vandaag bezoek gehad uit het Engelse Leeds. Die stad organiseerde afgelopen zomer de start van de Tour de France. De Engelsen hebben daarbij veel ervaring opgedaan waar de Utrechters nu van kunnen profiteren. Groter kan het contrast bijna niet zijn. De rust in Utrecht op maandagmorgen, maar de chaos bij de Tourstart dit jaar in Leeds. Over minder dan 300 dagen is het zover. Dan staat het hier helemaal vol met mensen. Wij verwachten tussen de 500.000 en 800.000. En dat verschil tussen die twee getallen heeft een beetje te maken met het weer. De organisatie uit Leeds praat vandaag met de Utrechtse collega's. Bijna alle mogelijke scenario's en thema's worden besproken. I think we underestimated the number of people who would come and watch. And about planning ahead, making sure that visitors can get to the tour, to watch the riders, to see the race as easily as possible. Met name het logistieke deel van een tourstart is een punt van aandacht. Daar was in Leeds nog wel wat op aan te merken. It's a requirement that the roads are closed to ensure that the race can go ahead safely. And so I think that the advice we can give is that you need to get information out to the businesses and the motorists generally as early as possible to make sure that they can plan around that. Utrecht zit vandaag niet alleen maar in de schoolbankjes.
Leeds wil namelijk alles weten over de fietscultuur in de stad. One of the things that we want to do through the Tour de France is to encourage more people to cycle in our city. And what a better place to come than Utrecht to see some great examples of how a city can bring bikes in to be part of everyday life. De komende periode moeten alle puzzelstukjes van de Utrechtse tourorganisatie op zijn plek vallen. De Grand Départ in Utrecht is volgend jaar op 4 en 5 juli. René van den Berg is aangeschoven. René, ja. Wordt een flinke klus voor de sportredactie, denk ik, hè? Nou, dat valt wel mee. We zijn heel erg druk bezig met de ASO, de organisatie van de Tour die bezig is om dat allemaal in goede banen te leiden. We hebben wel een verbintenis zijn we aangegaan met de stad, dus daar zijn we bijzonder blij mee. Ja, we gaan er heel veel aan doen in ieder geval. Ja, ik zal er niemand meer. Dus ik ben opgetrommeld. Zit hier aan de sport? Ja. Maar wat zit jij te schudden aan die doos? Dat is mijn doos. Daar mag ik vandaag mee werken. Nee, luister, de Tour wordt echt het grootste spektakel wat we kunnen bevroeden. Dit is echt van na de Olympische Spelen, na het WK voetbal, is het drie na grootste evenement wat je binnen je stadsgrenzen kan krijgen. Dus wat ik wil je vind meer? Het heel spannend. Ik kan bijna niet wachten. Ik vind het mooi dat die man in Leeds zegt van we moeten op tijd de mensen ervan doordringen dat de wegen afgesloten gaan worden. Dat zal in Utrecht niet anders zijn. Ja. Ook wij zullen last krijgen van het feit dat het parcours langs ons pand loopt. En dat betekent dat we of heel hoog moeten springen of dat we door de grond heen moeten mollen. Gewoon graven. Ik kom op de racefiets. Ja, of allemaal hier slapen, inderdaad. Maar goed, we hadden nog meer afgelopen weekend. Gisteren zaten we samen in het stadion. Hebben we wat gezien? Nee, we hebben in ieder geval geen doelpunten gezien, Aleta. Nee. Dat is een grote tegenvaller. Utrecht speelde 0-0 tegen ADO Den Haag. Eigenlijk mag je het ook niet verwachten van een voorhoede met Petersen aan de rechterkant. Die is 19. Dan heb je een centrumspits van 18. En dan heb je een jongen van 21 die aan de linkerkant speelt. Dan moet het net goed lopen. Robbie Alflat, misschien wel de beste quote van deze wedstrijd. Als je hem zelf niet maakt, dan weet je dat ADO niet hoeft te komen. En dan komen er nooit ruimtes. Het grote punt, het grote voordeel van deze wedstrijd was dat Robin Ruiter weer eens goed was. Niet zo goed tegen Heerenveen, niet zo goed tegen Feyenoord. Maar nu dat hij zijn contract heeft getekend, lijkt er wel een last van hem te zijn afgevallen. Ik merkte gewoon dat ik in zekere zin toch wel wat frustratie aan het uiten was tegen mensen dicht om me heen. En ook tegen mensen op de club. En dat is totaal niet wie ik ben. Mijn vrienden en familie zeiden ook, weet je, wat is met je aan de hand? En ja, dan moet je eens goed bij jezelf te raden gaan. En daarom heb ik op een gegeven moment ook gezegd, weet je, ik wil het of deze week gewoon rond hebben of gewoon een streep eronder. Maar er moet rust komen. En ik merk echt enorm aan mezelf dat nu ik dat contract getekend heb, dat het gewoon heel veel rust aan mezelf geeft. En dat ik weer met heel veel plezier naar de training ga. Dat ik met heel veel plezier mijn wedstrijd sta te spelen. En dat dat dan toevallig vandaag ook gelijk tot uiting komt met een prima optreden, daar ben ik alleen maar blij om. Er waren twee clubs misschien om geïnteresseerd. Eentje uit Scandinavië. En AZ die wilde hem graag hebben, maar Utrecht heeft er niet aan toegegeven en heeft hem gehouden. Maar je ziet hem wel weer stralen. Dat is een tijdje weg geweest, dat weet jij als geen ander, want jij staat elke week voor hem. Maar dat is een tijdje weg geweest bij hem, ja. En volgende week wel goals in de Galgenwaard? Groningen thuis. Ja. Moet lukken. Heeft Pekte geloof ik 4 tegen gemaakt, of Cambuur, dus dat moet ons dan ook lukken. We zullen zien. Dankjewel. Graag gedaan, mevrouw Leidemeijer. Een dubbel feestje vandaag in het Utrechtse stationsgebied. Op Utrecht Centraal zijn vanmorgen de sporen 1 tot en met 3 in gebruik genomen. Dat is het eerste nieuwe stukje perron van het nieuwe station. En dat was niet het enige. 100 meter verderop werd de eerste paal geslagen voor een gigantische fietsenstalling voor ruim 12.000 fietsen. Zo trots als een pauw zijn ze bij ProRail op het eerste stukje spoor dat klaar is op het Centraal Station. De perrons zijn nu breder en dat was nodig. En wat je merkte op deze kopsporen, dat op het moment dat de treinen aankwamen, volle treinen, zeker in de ochtendspits, al die mensen eruit, dat was gewoon gevaarlijk op de perron, op die smalle perrons. Sinds vandaag kan de reiziger van de nieuwe perrons genieten. Naast de buurtsporen lag vroeger het taxiplatform, nu is het een bouwput. Hier komt het stationsplein met daaronder een gigantische fietsenstalling met ruimte voor 12.500 fietsen. Dat moet er ongeveer zo uit gaan zien. Iemand riep op een mooie dag dat het de grootste fietsenstalling ter wereld wordt. Maar dat is nog maar even de vraag. Ja, dat is fascinerend als je zulke soort dingen roept. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is het de grootste ter wereld. Maar het zou mij niet verbazen als er ergens in China inmiddels al plannen zijn om een nog grotere te bouwen. Dus helemaal garanderen kan ik dat niet. Maar het zal in ieder geval een van de allergrootste zijn. De eerste paal gaat erin. Ja, gaan we eens eventjes naar kijken. En die eerste paal wordt geslagen door wethouder Everhart. Zo'n grote fietsenstalling is dringend nodig. Want al jaren is de overlast van geparkeerde fietsen rond het station groot. Nou, we willen de ruimte geven aan de fietsen.
De Utrechter kan gewoon op zijn fiets overal goed komen. Dus ook naar het station. Moet zijn fiets dan goed kunnen stallen en snel zijn weg kunnen vervolgen. En dan is deze 12.500, de grootste van de wereld, heel belangrijk. Het eerste deel van deze fietsenstalling wordt begin 2016 geopend. Hij is helemaal klaar in 2018. En nu maar hopen dat de Chinezen ondertussen geen grotere fietsenstalling bouwen. Want dan heeft Utrecht geen record. Nou, laten we eens kijken wat andere media voor Utrechts nieuws hebben. In Dagblad Trouw een interview met de Amersfoortse dominee Arjan Plaisier. Die had een spannende dag gisteren. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. De dominee was gisteren de gastheer voor de koning en koningin. Nou, die kreeg je niet iedere dag op de koffie. Ze kwamen op het bezoek bij het jubileumfeest van de protestantse kerk in Nederland. Verslaggever van Trouw volgde hem de hele dag om de zenuwen in bedwang te houden. Verzorgde hij net als op andere zondagen eerst nog een preek in Leersum. Daarna vertrok hij naar Nijkerk waar het 10-jarig bestaan van de PKN werd gevierd. Na afloop kreeg de Amersfoortse dominee nog even de gelegenheid voor een geanimeerd gesprek met Willem, Alexander en Maxima. Zou ik wel eens willen hebben. Ik ook. Lijkt me best leuk met onze koning Pils. Mijn ook. Onze regio heeft er weer een nieuwe muzikale held bij. Beroepsmilitair Dennis Kroon maakte bij de Blind Editions van The Voice of Holland grote indruk op de jury. I've been alone with you inside my mind. Met zijn versie van Hello van Lionel Richie kreeg hij alle vier de juryleden achter zich. En het publiek gaf hem een staande ovatie. Treintje Oosterhuis zagen we net als eerste haar stoel omdraaien. En uiteindelijk koos Dennis dan ook voor haar. De zanger uit Vleuten is als militair uitgezonden geweest naar oorlogsgebieden in Bosnië, Afghanistan en Irak. En volgens Ali B., ook als jurylid, zou dat wel eens de reden kunnen zijn waarom hij zo gevoelig zingt. Morgen een portret van Dennis Kroon in U Vandaag. Ja, ben benieuwd. Het schijnt een bijzondere man te zijn. Muzikale avontuur voor de 12-jarige Sam uit Utrecht liep dit weekend minder goed af. Sam wist zich niet te plaatsen voor de finale van het Junior Songfestival. Ik zie dat jij kijkt naar mij, ik lach snel terug. Jij staat op nummer 1, heet zijn liedje. Maar desondanks eindigde hij na een bloedspannende stemming op de derde plek. En dat is jammer, want alleen de eerste twee gingen rechtstreeks naar de finale. Sam heeft nog een heel kleine kans om toch door te gaan. Dan moet hij volgende week van de jury een wildcard krijgen. Fanfarekorps Oud Over in Loenen is op zoek naar nieuwe leden. Maar ja, het valt niet mee om jongeren ervan te overtuigen dat het best cool is om in een fanfare te spelen. Ze gingen daarom met een tas vol trombones langs bij scholen in het dorp. Of dat succes had, zien we in De Keus van de Kijker. Zo moet We Will Rock You van Queen over 2 weken klinken. Want dan geven leerlingen van de Lutgeren School in Loenen een groot concert. Vandaag werd er voor het eerst geoefend op de trombone. Het is gewoon heel leuk om heel hard te blazen, want dan kan je ook al je energie kwijt. Juf Suzanne geeft de kinderen les op de trombone. En vergis je niet, zo'n trombone is hartstikke stoer. Ja, trombone is zeker een stoer instrument. Het is groot, het is laag, je kunt ermee schuiven. Het is ook stoerder dan bijvoorbeeld blokfluit, omdat het ja, gewoon groter is en zo. De lessen worden georganiseerd door het Loenens Fanfarekorps Oud Over. De vereniging heeft namelijk steeds minder leden. Helaas, een stuk of 50. Het zijn er absoluut meer geweest, maar wij hebben dus last van vergrijzing uiteraard. Met de lessen hoopt het korps nieuwe leden aan te trekken. Maar dat blijkt nog best lastig. Want een goede kandidaat heeft niet gelijk ruimte in zijn agenda. Ik denk misschien, want ik zit wel al op 2 sporten. En dat is precies waar de fanfare mee worstelt. Kinderen zijn te druk voor muziekles. Daarom trekt het korps de komende weken langs Loenense scholen om leden te werven. Maar om kinderen echt enthousiast te maken, heb je aan een oud nummer van Queen niet genoeg. Daarom wordt er ook moderne muziek gespeeld. Misschien herkent u deze wel. Hop, 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 hop. Wat is dit weer? Je hebt een Gamban-style of zo? Weet jij dat nog, Aleta?
Absoluut. Maar je gaat het niet doen. Ik sta wekelijks zo te dansen. Oké. Okay. We kunnen onze verslaggever morgen naartoe sturen. Nou, we hebben weer drie heel verschillende keuzes. We kunnen naar het oude postkantoor aan de Neude. Daar opent een expositie over Leonardo da Vinci. Zijn eeuwenoude bouwtekeningen zijn daar te zien en wij kunnen ons daar alles over laten vertellen. Of u stuurt ons verslaggever naar Harmelen, waar heel veel kinderen meedoen aan de Techniekdag. Veel bedrijven hebben moeite om goede technici te vinden en daarom mogen kinderen uit Woerden en Harmelen aan auto's sleutelen en meelopen met een smid. En de derde optie is de 50PLUS-beurs. Die gaat weer van start in de Utrechtse jaarbeurs. En wij kunnen u laten zien wat er allemaal te beleven valt. Dus Leonardo da Vinci, de techniekdag voor schoolkinderen, de 50PLUS-beurs. Stem dus voor 9 uur morgenochtend op onze website rtvutrecht.nl. Een mummie die zijn scarabée, een soort medaillon, kwijtraakt. Het is het begin van een avontuur waar kinderen in heel Europa van smullen. Dummy de mummie. Dan schrijft er Tosca Mente uit woorden. Maar Dummy gaat nu het witte doek veroveren. Carmis Orato Mismaki Minka Pisak Evoni. Dummy. Dummy de Mummy. Dummy! De trailer van Dummy de Mummy. Inmiddels al duizenden keren bekeken op YouTube. De familiefilm gaat eind deze maand in première tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Dummy leeft door zijn scarabée. Maar hij is hem kwijt. Ja, hier staat dat de scarabée ook het leven kan afnemen. Gaas. Goos, Dummy heeft die scarabée nodig. Dat ding is magisch. De onhandige mummie is bedacht door de Woerdense kinderboekenschrijfster Tosca Mente. Om inspiratie op te doen maakte ze jaren terug al een exemplaar van een oude bedsprei. Kijk, en heb ik die handen, daar had ik nog puf voor, maar hij heeft geen voeten meer. Maar goed, het is een mummie, dus dat zou best kunnen dat die nog ergens gewoon of ergens weggerot zijn of zo. En hij is heel lelijk. En in boeken stinkt hij ook. En inmiddels stinkt hij ook gewoon heel echt gewoon. De boeken van Mente zijn inmiddels in verschillende talen uitgebracht. Dummy is razend populair onder kinderen in de basisschoolleeftijd. Dummy de Mummy gaat over een jongen die op een dag een mummie in zijn bed vindt. Dus hij besluit met zijn vader om die mummie te houden, mee naar school te nemen. Maar hij heeft een scarabée, die mummie, en die raakt hij kwijt. En dan gebeuren er hele spannende dingen. Van het kleine schrijfkantoortje naar het witte doek betekent ook een gala-première met parade over de rode loper. En dat is iets waar het gezin van Mente in de aanloop naar al veel over praat. Spelers zijn eigenlijk veel belangrijker dan ik. En ik heb het verhaal wel bedacht, maar de scenario-schrijver heeft er een mooi script van gemaakt. Dus, maar ja, ik ga daar natuurlijk hartstikke stoer en opschepperig gewoon lopen. Dit is mijn dummy, weet je. Dit is mijn film. En, dus ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Ik vind altijd alles leuk, maar dat vind ik ook heel leuk. Dummy de Mummy zelf zal er ook bij zijn. De ingewikkelde Egyptenaar geniet van alle aandacht die hij krijgt. Ik ben zoon van farao. Film is helemaal geen goed. Ik verdien film. Film is het beste. Zo is het goed. Ja, moet het er zo op? Zo moet het erop. Ja, jij hebt toch kinderen? Ga jij naar die film? Die zijn een beetje te oud. Die vinden dat te ingewikkeld. Maar goed, de film gaat in elk geval tijdens het Nederlands Filmfestival in première. Heel Nederland kan hem dan vanaf de kerstvakantie bekijken. Wij kijken nog even naar het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Er ontstaan wel weer wat mistbanken. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon. Maar 's middags wel steeds meer bewolking. Kans op een regen- of onweersbui. Wordt 23 graden dan. En dat warme nazomerweer. Best lekker houden we tot en met het weekend. Met flink wat zon en een kleine kans op een bui. Mogelijk met onweer. Dat was het. Zometeen René van den Berg met namen en rugnummers. In elk geval met de triathlon. Want we hebben een zilveren triatleet uit Bunnik. Die op het EK dus tweede werd. Hartstikke knap. Utrecht-ADO, ja. Waterpolo, topklasse voetbal. Anders nog iets? Volgens mij niet, dus je moet gewoon kijken. Nou, succes, maar dat komt in elk geval goed. Dit was U Vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Fijne avond toch.